Hey, Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video klikken, 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 klik. klik. Maar hey, hyperlinks: tekst of afbeeldingen die je bam in één klik naar het www schieten. Check de hele training op maakietsmedia.nl/slash word. Hyperlink. <laughs> Klinkt als een robot, hè, en anyway, ja, een hyperlink, hoe maak je een hyperlink? Wat is het eigenlijk? Nou, het is eigenlijk iets waar je op kan klikken en dan ga je ergens heen. Nou, wow, simpel als dat. Dus ik heb hier bijvoorbeeld de tekst de link. En ik wil eigenlijk daar een knop van maken. Dus als ik erop klik, dan wil ik ergens uh, heen. Nou, bijvoorbeeld naar een hele leuke website... Uh, Maak ietsmedia.nl zo. Waarom niet? <laughs> Wat je kan doen is, je hebt een website. En dan klik ik hierop en dan doe ik hier Ctrl-C van kopiëren. Ga ik terug naar Word. Selecteer ik deze tekst. En dan klik ik hier de rechter muisknop op. Rechter muisknop. En dan kies ik hier voor koppeling. Zo, ik moest even zoeken. Dan klik je op koppeling. En dan krijg ik hier een nieuw schermpje. En dan moet je tegen Word zeggen, nou oké. Okay, waar naartoe wil jij dat dan koppelen? Nou, um, in dit geval naar het adres. En ik doe ik Ctrl-V, marketmedia.nl slash programma slash Word. Oké, okay, druk op oké. Okay, en dan zie je dat die tekst gelijk van opmaak is veranderd. En ook als ik er overheen ga met mijn muis, zie je daar Ctrl-klikken voor koppeling. Dus als ik Ctrl-klik doe en dan ga ik dus vanuit Word in één keer naar de site toe. Nou, en dat is dus eigenlijk een hyperlink. Maar je kan ook, zeg maar, afbeeldingen en plaatjes als een knop instellen. Want ik heb hier het uh, plaatje van een kwal. En doe ik hier rechtermuisknop, ga ik weer naar koppeling. En dan in plaats van weer te geven tekst, dan die tekst, zeg maar, staat er nu selectie in het document. Oftewel, dat plaatje dus. En doe ik hier weer ctrl-v naar de URL, zeg maar het adres van de website, druk op OK. En dan lijkt het niet zoveel veranderd. Maar als ik er nu met mijn muis overheen ga, dan staat hier Ctrl plus klikken voor koppeling. En dan ga ik er dus weer heen. Dus je kan tekst markeren als een koppeling. En ook uh, plaatjes. Nou, als ik die Hyperlink nog wil bewerken, kan ik hier gewoon een rechtermuisknop doen. Dan doe ik hier Hyperlink bewerken. En hier staat dan, uh, heb ik toen tekst, uh, link getypt. Maar staat hier, klik hier voor alle training in Word of zo. Of een whatever. En dan krijg je hier dus deze tekst, maar met dezelfde koppeling. Nou, wat ook kan: rechtermuisknop is hyperlink bewerken. En in plaats van dat je naar een adres toe gaat, kun je ook kiezen voor plaats in dit uh, document. Dus in plaats van bestaand, ga je ook naar plaats in dit document. En dan, aangezien wij hier in een verslag zitten waar wij al koppen hebben aangegeven hè, voor de automatische inhoudsopgave, kun je ook gelijk doorlinken naar bijvoorbeeld, de, ik wil dat als ik daarop klik, dan moet hij naar de kandelaar kwal gaan. Dan kan ik hier de tekst nog even uit, uh, afwijzen. Kandelaar kwal. Enter. Nou, en nu zeg maar, als ik op Ctrl ingedrukt hou en ik klik op Kandelaar kwal, dan gaat hij dus gelijk naar hoofdstuk 12. Dus in plaats van dat hij naar een website gaat, gaat hij gewoon naar een plek in jouw document. Dus dat is ook super handig. Um, wat ook heel tof is: als je dit opslaat als een PDF, dan werken deze knoppen ook. Dus, ik heb nu opgeslagen als PDF en ik uh, zit nu uh, in mijn Google Chrome browser het, deze PDF te bekijken. Dus dan kan ik eigenlijk niks meer uh, aanpassen. Maar alle knoppen, dus ook van de, de automatische inhoudsafgave en zo werken. Maar hier dus ook klik voor alle trainingen, wordt en hoppakee, gaat hij naar Blender. Want dat hadden we net nog <laughs> ingesteld. Uh, maar je snapt het idee: als je dus een PDF maakt met hyperlinks erin, dan werken die dus super tof. Als je met je muis eroverheen hoffert, dan wordt het een handje en die roept tegen je. Klik mij, klik mij, klik mij. <laughs> nou, op die manier maak je dus hyperlinks in Word.